Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 24 Driver Carré Mode. Mijn naam is Jan Schaven en vandaag gaan we verder voor de ene laatste ronde van seizoen 1. Ronde nummer 9 staat dus op het programma. Heb je die vorige video gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan recht voor het i'tje. Klik erop en zet die aflevering verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je echt niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Abonneer voor meer wekelijkse, hoop ik. Driver Carré Mode content, ik heb het nogal een beetje druk met werk. Dus je hebt niet altijd tijd om een video te maken. Door naar de stats, die zie jij daar naast mij staan. 72 overal, 60 experience, 74 racecraft, awareness is 70, pace is 73 en focus is ook 71. Dus dat zit best wel goed. Hamilton nog altijd voor mijzelf. Voor de rivaliteit. Ik heb geen idee wat daar stond. De specialisten moet ik weer een doel zien te behalen voor... Ik heb eigenlijk geen idee waarvoor die specialisten zijn. Dus ja, doelen maar even zetten. Nou, mooi dat dus gedaan. Even kijken naar de updates die er nog aankomen voor het einde van het seizoen. Ik kan helaas niks meer aanschaffen. Hulkenberg heeft een powertrain update en ik heb een aerodynamische update. En dan is het gewoon tijd voor de kwalificatie voor de sprint. Kijken wat ik daar dan dus kan gaan doen. Daar gaan we dan. Nou, dus op in SQ1. Kijken of ik door kan komen naar SQ2. Ik ben ook zeer benieuwd waar Nico Hulkenberg zometeen gaat staan. Ik verlies daar gelijk de tweede bocht en snij daar gewoon een beetje af. Verstappen al de snelste tijd. Genoteerd 1.95. En kijken wat deze ronde ons gaat opleveren. Eigenlijk is het mij. Wat mij gaat opleveren dus. P13 op dit moment. DRS geopend. Eerste ronde op de mediumband. Kom ik aan tot een tiende tijd met een 1.10.4. Ik laat daar heel veel auto's voorbij om mijn laatste run te gaan doen. Nog altijd op die mediumband, dat zijn de regels. Volgens mij is het SQ1 medium, SQ2 medium, SQ3 soft. Dus hopen dat ik ook kan doorkomen naar SQ2. Het zou wel mooi zijn als we tijdens de sprint wat punten kunnen gaan pakken. Want ik ben nog in gevecht met Lewis Hamilton. Voor het rijderskampioenschap, niet voor de titel, maar gewoon voor een plek. We zijn er al goed bezig en hier ga ik een beetje te wijd. Dat betekent dat de tijd, oftewel de delta, zakt in één keer. Nog ongeveer 10 seconden op de klok. En hier is het helaas gedaan, want dat betekent een spin omdat ik het gras heb geraakt. En weg is deze ronde. Vlag hangt uit in SQ1. Kwalificatie zit erop. Ik niet meer met een tijdsverbetering. En dat betekent dat ik vanaf een laatste plek moet gaan beginnen in deze sprint. Jammer, maar helaas. Verstappen naar de snelste tijd. Sainz op P2, Hamilton op P3. En ik dus vanaf de laatste plek. Kijken wat ik dus kan gaan doen tijdens de sprintrace. En ja, daar gaan we dan. Forget pit stops, forget fuel management. It's pedal to the metal all the way here. As we get ready for today's sprint. Ja,
It's an unusual anti-clockwise race here at Interlagos, where the Sao Paulo locals are packed into the grandstands at each of the 15 corners around this classic 2.7-mile circuit. Two very fast sections bookend the famous and highly technical Sector 2, where getting a good run out of Yung Kao into one of two DRS zones will be key to any overtaking prospects today. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's sprint. World champion Max Verstappen starts from pole position, and Lando Norris lines up alongside. Considering the rest of the grid, we have Leclerc, Oscar Piastri, Russell, Sainz, Hamilton, Fernando Alonso, Perez, Stroll, Hülkenberg, Tsunoda, Albon, Gasly, Ricciardo, Ocon, Bottas, Joe, Sargeant, and the Professor. Which of these drivers will get pole position today? We will soon find out. Welcome to the commentary box. I'm Alex Jakes, delighted to say that we're joined today by Anthony Davidson. So, a sprint race today, and that means lights to flag, no stops. And how is that going to affect the driver behind the wheel? Absolutely. So for today, there's no pit stop, or shouldn't be a pit stop anyway, if things go right, and you can forget about strategy. You're just driving today as fast as you can, make those overtakes if you need to, and that's what a sprint weekend's all about. Okay, we might be at the back of the grid and it's not the best place to start, but keep your chin up and push hard. It's Formula One. Anything can happen. Zeker, alles kan er gaan gebeuren in deze race. Een korte race, 8 ronden maar, dus ik begin gewoon lekker op die zachte band en ja, ga daar de race ook gewoon mee uitrijden. Formatie ronden gratis van start. Is het gewoon zometeen weer te gebruikelijk, hè? Banden opwarmen, remmen opwarmen en zorgen dat de motor op temperatuur blijft. Dus ja, dat eigenlijk. Dat dus. Aanbeland bij het einde van de formatieronde. En ook zeer benieuwd waar Nico Hülkenberg zometeen aan het einde van de streep gaat staan. Kan hij misschien wel een punt pakken voor, ja, voor Haas, voor ons. Keurig in onze positie. Dan gaan we gewoon beginnen voor de sprint hier in Brazilië. 8 ronden lang racen voor wat we waard zijn. En de lampen zijn uit en we zijn onderweg. Ik kom goed weg. Sargeant is heel goed weg. Zo ik net van de start het die gemaakt. Aan de binnenkant van die Amerikaan. En dat lukt zeker. Volgens mij zit daar ook Ricciardo. En daar ook Albon misschien te raas genomen. Voor P16, jazeker, op naar Ocon en Perez. Die knokken daar samen, zijn zij. Gasly en Hülkenberg, zijn zij. Ik hier proberen bij Ocon en dat lukt. Er voorbij gegaan, op naar Nico Hülkenberg. En Perez rijdt op de mediumband. Einde van ronde nummer 3. Hülkenberg is van mij weggereden. Het gat is 1,5 seconden. Ik voel de druk van Esteban Ocon. Oscar Piastri noteert dit snelste raceronde neer. Wat kan Ocon hier doen? Ik heb maar weinig ERS over. Ocon kan hier niet zoveel. Ik ga daar een beetje wijd. Bij bocht nummer 2. Ocon is er nog niet voorbij. Ik duw een beetje wijd. Nu zit Perez achter mij. Hetzelfde geldt voor Alex Albon. Perez is er nog niet voorbij. Ik rem wat later dan de Mexicaan. En behoud die positie. Einde ronde nummer 4. Het gat naar Hülkenberg is inmiddels opgelopen tot ruim 4 seconden. Gasly zit 4,5 seconden voor mij. Perez zit maar 2 tiende achter mij. Ik heb geen DRS. Perez wel. Maar kan daar niet aanvallen. Nog 3 rondes te gaan in deze korte sprint. Wat kan Perez hier doen? En is er voorbij? Jazeker. En alweer rem ik gewoon wat later. Zo behoud ik die 13e positie.
Onder nummer 7, Perez aan die buitenkant. Eerste bocht lukt niet, ik ga daar een beetje wijd. Ga daar het gras op, kom terug met overstuur en raak Perez. De vloer is daardoor beschadigd geraakt. Alex Albon zit te kijken bij mij. Probeer het aan de binnenkant, lukt net niet. En Perez valt uit in deze sprint. Albon kan er niet voorbij. Herhaling van Perez. Met die aanval. En betekent einde sprint voor de Mexicaan. Hij heeft gelukkig nog de hoofdrace. Laatste ronde van de sprint gaat zo meteen in. Albon is er voorbij. Probeer laat te remmen hier en dat lukt. Zeker een kortere lijn nemen naar de eerste bocht. En zo behoud ik gewoon die positie. Nog altijd een 13e plek. Hulkenberg gaat hier als 12e finishen. Wat gaat Albon hier nog doen? Kijkend naar nergens, want ik kan er niet langs. Ga nu in volle ERS-besparingsstand vanwege zijn finish. Ocon heeft Albon ingehaald voor P14. En nu is het wachten wie er zometeen gaat winnen. Volgens mij is dat Max Verstappen die de sprint hier wint. Ik denk dat Carlos Sainz als P2 eindigt en Lando Norris als derde. Maar dat weet ik niet zeker. Max dus winnaar, dat had ik wel goed. Ik ga daar trouwens een heel erg wijd. En heb daar last van de remmen. Wat kan Ocon hier nog doen? Nog een paar meters te gaan. Voor startfinish heeft zometeen de DRS geactiveerd. Ik heb nog een beetje ERS om mee te spelen. Ocon kan er net niet voorbij volgens mij. And that's the end of the race. We'll see you in Parc Fermé. Jazeker, 13e gefinished. Neutrale race voor ons. Hulkenberg deed het gewoon vele malen beter. Piastri krijgt driver of the day trouwens. Heeft hij goed gedaan? Proficiat. Uit de van de sprint. Max winnaar. Leclerc 2. Piastri 3. Sainz 4. Norris 5. Russell 6. Alonso 7. En Stroll pakt het laatste punt. Hulkenberg finished voor mij. En dan gaan we nu lekker door naar de kwalificatie voor de hoofdrace. Eén uitvaller, Perez. Helaas pindakaas. Maar nu door naar Q1. En kijken wat dat dan gaat opleveren. Daarna zijn we dan bij het eerste kwalificatiedeel voor de hoofdrace. Benieuwd waar ik dus weer ga eindigen. Ik hoop toch echt niet de laatste plek, net als in de sprint. Het zou wel jammer zijn als dat gaat gebeuren. Moeten we onszelf weer naar voren zien te knokken voor wellicht een punt of meer. Ik ben nog in gevecht met Lewis Hamilton. Maar dat had ik al eerder verteld. Piastri laat de snelste tijd noteren in Q1. DRS geopend. Einde van mijn eerste ronde in Q1. Norris pakt de snelste tijd af met een 1.8 zoveel. Ik kom daar denk ik niet aan te pas. Zeker niet, een 1.10.6. Voorlopig goed voor een 10e positie. Okay, we can see 20. Nog altijd een 20e positie, helaas. Q1 zit er alweer bijna op. Volgens mij heb ik daar iemand achter mij rijden. Ik weet niet zeker wie dat is. Lewis Hamilton, mijn rivaal in het wereldkampioenschap. Ga daar een beetje wijd en jazeker, dat betekent dat de eerste en de tweede bocht niet goed zijn. Hamilton achter mij voert de druk wat op, wil er graag voorbij volgens mij. En ik pak toch nog tijd goed in sector 2 en 3. Geen idee waar Lewis is. Oh, die rijdt achter mij trouwens. Sainz naar de snelste tijd, vlag hangt uit in Q1. Van P20.
blijft... Nee, naar P19. Oké, dat had ik niet verwacht. Ik had verwacht, nou, we staan gewoon op een 20e positie. Maar nee hoor, 19e. Pak toch nog iemand, Logan Sargeant. Goed gedaan, op naar de hoofdrace. En kijken wat daar dan dus gaat gebeuren. Daar gaan we dan. Formula One returns to Interlagos once again with the stage set for what promises to be another classic Sao Paulo Grand Prix. Sebastian Vettel famously clinched his third championship here in 2012, and in 2016, Max Verstappen treated us all to one of the finest wet weather drives of all time. We're racing then at Interlagos, a historic 2.7-mile circuit and one of the few anti-clockwise tracks on the calendar. 15 corners in total, 9 to the left and 6 to the right, with a technical middle section opening up to a flat-out Sector 3 that give us our best passing opportunity down into Turn 1. So with the race not far away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Lando Norris will lead us away from pole position, and Max Verstappen lines up alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Leclerc, Oscar Piastri, Russell, Sainz, Fernando Alonso, Perez, Hamilton, Stroll, Albon, Tsunoda, Hülkenberg, Gasly, Ricciardo, Bottas, Joe, Ocon, the Professor, and Logan Sargeant. That's it then, it's time to go racing as we head down trackside for today's race. Welcome to the commentary box. I'm Alex Jakes. Alongside me is Anthony Davidson. It feels like an obvious question, but I think everyone wants to know, at this stage, are you nervous or excited? Probably at the start of a race, it's where your heart rate's at its highest in anticipation. And you've got to be in the right mindset. You've got to be thinking there inside the car, what can go right? How can I be opportunistic rather than what can go wrong? And how do I protect my position? Look forward and stay positive. It's easy to say, very hard to do when you're in that position. With some luck, we might just be able to work our way up the field, but we need a good start. Keep it clean, okay? Nou, duidelijk het doel is van de engineer. Keep it clean, hou het schoon, hou het netjes. Wellicht kunnen we naar voren zien te komen. Strategie is soft medium. Is ook wel logisch, lijkt mij. Formatieronde dus begonnen vanaf een 19e positie. Voor Logan Sargeant, achter Esteban Ocon. Alvast de motor goed opgewarmd. Remmen en de banden nu nog op temperatuur brengen. En dan zometeen beginnen voor de ene laatste race van seizoen 1. Einde van de formatieronde. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 9. Voor de hoofdrace in Brazilië. De sprint zit er al op. Nu het echte werk dus in deze grote prijs. Starten op een 19e positie. Lampen zijn uit en we zijn onderweg. Kom goed weg. Stroll slecht weg. Nee, sorry, dat is zo slecht weg. Excuses. Probeer het hier aan de binnenkant bij Ocon en Bottas. En Nico Hülkenberg. Lukt helaas niet. Lukt wel. Dat lukt zeker. Zit hier opgesloten achter Albon en Ocon. Voor P13. Zijn Albon gepasseerd. Sorry, dat is Gasly. Excuses. Hier aan de binnenkant bij diezelfde Gasly. En dat lukt. P12. Op naar Perez en Tsunoda. Knokkend voor P11. Zie ik. Eigenlijk is het P10. Kan hier niet zoveel. Misschien hier wel aanvallen aan de binnenkant. Jazeker. Ook Tsunoda is gezien. Want ik neem heel veel snelheid mee. En hier ook nu ook bij Lance Stroll. Jazeker, dat lukt. Ik heb hem daar trouwens wel geraakt. En dat is al een 9e positie. Uitstekende start. In Brazilië goed gedaan. Op naar kampioenschapsrivaal Lewis Hamilton. Voor 4 punten rijdt op de mediumband en ik op die zachte band. Ronde nummer 3 bij Nederland bij Lewis.
aan de binnenkant gezet. Jazeker, en zo pak ik P8 af. Volgende heet Carlos Sainz. Volgens mij rijdt heel de top 7 op medium banden. En ik laat paars in sector 1 noteren. Vierde ronde van de race. Zit een beetje klem achter de Spanjaard. Proberen het vier op hetzelfde punt, jazeker. En zo pak ik P7 af. Op naar Fernando Alonso. En heb zometeen de DRS. Wat kan ik hier doen? Helemaal niks, denk ik. Of misschien wel aan de binnenkant gezet bij Fernando Alonso. Jazeker, dat lukt. P6 en die Russell en Sainz knokken met elkaar voor P4. Dat betekent dat die elkaar gaan ophouden. En ik kan naar Sainz gaan, sorry, naar Leclerc, excuses, naar Leclerc gaan toerijden. Sainz heb ik al ingehaald. Noteer paars in sector 1 hier aan de buitenkant bij de monegasc. Lukt niet. Alonso zit terug te kijken voor P6. En die beide McLaren's zijn met elkaar ook in gevecht voor P2. Wat kan ik hier doen? Andere lijn nemen dan Leclerc? Lukt niet. Dan misschien achterlangs terugkruisen? Lukt ook niet. Dan hier weer mijn favoriete plek om in te halen. Jazeker. Aan de binnenkant gezet. Een kortere lijn nemen naar die bocht. En zo pak ik P5 af. Op naar George Russell. Voor een P4. Onder nummer 7 bij de eerste bocht probeer ik het, jazeker. En Piastri blokkeert zijn linker voorband. En zo ga ik Russell voorbij. En nu is het op naar die beide McLaren's. Verstappen zit denk ik nog te ver weg voor een echte aanval voor de overwinning. Wellicht bij de McLaren's met elkaar in gevecht. Russell kan hier niks, wordt geblokkeerd. Norris behoudt die P2. Zit ik in de... Zometeen in de achtste ronde van de race. Piastri gaat in besparingsstand. Ik kan hier nog even niks, denk ik. Nee. Nou, misschien wel. Aan de buitenkant. Dat lukt. Tot mijn verbazing. Oké. Goeie inhaalactie. Ik dacht even dat het niet ging lukken. Maar toch goed gedaan. Gaan verdedigen nu wel van Piastri. En dat lukt ook succesvol. Op naar Lando Norris voor P2 in de negende ronde van de race. Ik ga daar verdedigen. Ik kan hier helemaal niks. Helaas. Norris houdt zijn auto breed. De overtakeknop aangezet. De DRS aangezet. Ik kan hier helaas hier helemaal niks. Ronde nummer 12. Ik duik naar binnen. En Verstappen gaat mee. Ik heb Norris trouwens uiteindelijk wel ingehaald. Alleen ik duik dus nu naar binnen. Dus hij pakt die plek weer terug. En ga naar de mediumband. Helaas links voor niet goed. En verlies daar belangrijke seconden. En Leclerc pakt mij in de pitlane. Dat is jammer. Ik ben naar de mediumband gegaan. Ik denk dat heel veel rijders nu naar de harde band zijn gegaan, omdat ze op medium zijn gestart. Interessante keuze van de strategie. En kom terug op een negende positie. Nu door naar Charles Leclerc voor P8. Daar hebben we diezelfde Leclerc voor P8. Hier weer aan de binnenkant. Jazeker, ben er nog niet voorbij. Leclerc kan achterlangs terugkruisen. Maar heb hier heel veel meer snelheid op die mediumband. Daarnaast gezet, jazeker. En zo pak ik een achtste positie af. En laat paars in sector 2 noteren. De klei kan terugkomen. Wordt daar flink geblokkeerd door ons. En kan er niet voorbij. Zeer late move en krijg er ook een waarschuwing voor. Russell uitkomen, pit exit, rijdt voor ons. ERS is laag, maar dat is logisch.
We moeten nu naar Russell zien toetreden die op koude, harde banden rijdt. En mijn mediumbanden zijn al op temperatuur. Probeer het hier aan de binnenkant, jazeker. Onverwacht. En Russell is een plekje kwijt. Snelste raceronde pak ik daar af en Norris, Piastri en Verstappen knokken samen voor de leiding. Ik zit mee te kijken bij de Australiër. Kan er niet voorbij. Maar hier dan wel. Piastri van zijn lijn af. En zo pak ik P3. Nice move. Good job. Op naar Lando Norris. Die Verstappen gaat aanvallen voor de leiding. Met nog 10 rondes te gaan in de race. Wat kan ik hier? Via de buitenkant. Dat lukt. Zeer mooie inhaalactie op Norris. Op naar Max Verstappen. En zit er niet al te dicht achter. Zit er niet al te ver achter. Dat wil ik eigenlijk zeggen. Gat naar Verstappen is dus 2/10. DRS open gezet. En Max is hier kansloos, denk ik. Probeer laten remmen. Is kansloos. Jazeker. En pak de leiding af in de 16e ronde van de race. Goed gedaan. Nu dit vol zien te houden. En dan pak ik mijn tweede Formule 1 overwinning uit mijn carrière in deze carrière-modus. Verstappen probeert nog terug aan te vallen. Wordt daar geblokkeerd. Kan er niet voorbij. En nu is het wegrijden van de rest van het veld. Hoop ik. Dat blijft nu ongeveer 2/10. Laatste ronde loopt. Regen inmiddels op het scherm. Max zit 4/10 erachter. Ik maak een kleine fout. Wat kan Verstappen daar nog? Ik ga hier ook te wijd vanwege die fout. Max aan de buitenkant. Pak de leiding kort van mij af. Maar ik pak hem weer terug via die binnenkant. En ga nu vol in ERS besparingsstand. Zometeen voor start-finish. En hem hier dus mooi openzetten. Verstappen kan hier niks op de exit. Gat is 16e en blijft 16e. Betekent dat ik de race-overwinning pak. Tweede overwinning van Driver Carré Mode. Met de snelste raceronde. 26 punten in totaal. Goed gedaan en pakken volgens mij Lewis Hamilton in het wereldkampioenschap. En dus moeten we dit volhouden tot de laatste race. Another superb Sao Paulo Grand Prix comes to an end then, and it's a thoroughly deserved victory. They had to be decisive with their overtaking today as they worked their way through the field. And those kind of race victories are so enjoyable because it's not just like winning from the front. They really had to work for it today. Haas are no doubt happy with today's performance, having secured the win this weekend. And our drivers are making their way out for the podium celebrations as we speak. Nou, uitslag van het raceweekend. Max en ik pakken evenveel punten in het raceweekend. Nog eens dus 3 met een puntaantal. Piastri 4, Sainz 5. Door naar de uitslag van de hoofdrace. Ik dus winnaar met een snelste race onder punt. Max 2, nog eens 3, Piastri 4, Russell 5, Sainz 6, Hamilton 7, Alonso 8, Stroll 9 en Perez op P10. Leclerc pakt geen punten. Dat is jammer voor de Ferrari-coureur. Vertrok vanaf P3 nog wel. Dat is een beetje teleurstellend. Hülkenberg alweer geen punten gepakt. Ik ben ook bang dat hij ook geen punten gaat pakken dit seizoen.
wordt een beetje rooskleurig voor hem. En ja, ik van P19 naar P1. Goeie race. Prima gedaan. Hulkenberg uiteindelijk 16e. En niemand uitgevallen. Klassement. Max leidt een voorsprong van 6 punten in de laatste race. En ik loop verder uit op Lewis Hamilton en George Russell. Het gat naar Russell bedraagt 9 punten. Het gat naar Hamilton, dat is ongeveer 11 punten. Dus we moeten deze laatste race wel rivaliteit eigenlijk hebben gewonnen. Het wordt nog wel spannend voor de rijderstitel. In de laatste race, wie wordt de kampioen? Max of Leclerc? Geen idee. Championship points. Goed gedaan. Experience met 2500 gestegen. Dat is goed om te zien. We moeten het punten totaal vergroten tot 72 om te winnen. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren nog dit seizoen. Maar 11 punten voor. Dat is goed om te zien. Ratings. Experience is gestegen naar 64. Racecraft is gestegen naar 77. Awareness is gestegen naar 71. Pace is gestegen naar 73. Focus is gestegen naar 73. En overal is mijn rating gestegen naar 73. Goed gedaan. Wat minder goed is, is een update die gefaald is. Dat is jammer. En hebben dus wat meer experience gehaald. Nog altijd de doelen die nu beschikbaar zijn voor de volgende specialisten. Voor het laatste raceweekend van seizoen 1. Kijk ik ook alvast nog even aan voor alle zekerheid. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En trouwens, nieuw op mijn kanaal. Abonneer dan voor meer wekelijkse F1-24 driver Karimut content. Kom ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. En ja, dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder voor de laatste race in seizoen 1. Kijken wat dat dan dus gaat worden.